Protheon Buurtbemiddeling helpt buren en buurtgenoten om hun onderlinge problemen op te lossen en om de communicatie te verbeteren. Ongeveer 80% van de in behandeling genomen burenruzies wordt door ons succesvol opgelost. Dat is circa 15% meer dan het landelijk gemiddelde. Tijdige inzet van buurtbemiddeling voorkomt de escalatie van conflicten tussen inwoners. Herstel van de communicatie leidt vaak tot een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Ik ben Claire, coördinator buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een methode om de buren zelf, onder begeleiding van getrainde vrijwilligers, een oplossing te laten bedenken voor een conflict wat ze hebben. Vaak zie je dat de communicatie gestopt is. Buurtbemiddeling probeert deze communicatie weer te herstellen. Protheon Buurtbemiddeling kent een stevige basis bestaande uit een grote groep van meer dan 70 goed opgeleide vrijwilligers, twee bekwame coördinatoren en een goede organisatie. Ik ben Luc, coördinator buurtbemiddeling. Het uitgangspunt van buurtbemiddeling is dat buren heel goed in staat zijn om zelf te komen tot een oplossing voor een conflict of overlast situatie, maar dat ze daarbij soms gewoon ondersteuning nodig hebben van een vrijwillige bemiddelaar. Die bemiddelaar stelt zich onafhankelijk en neutraal op en maakt dat buren op een gegeven moment op zoek gaan naar gezamenlijke belangen. En vanuit belangen, gezamenlijke belangen kun je veel beter komen tot een oplossing. Het is wel van belang dat dit soort conflicten in een vroeg stadium worden opgepakt. Want als een conflict al geëscaleerd is, dan wordt het zoeken van een oplossing veel en veel moeilijker. Ik ben buurtbemiddelaar geworden omdat ik het belangrijk vind en ook prettig om mensen te kunnen helpen met het oplossen van problemen die hun dagelijkse leven behoorlijk kunnen beïnvloeden op een negatieve manier. Als ze aan tafel zitten is partij 1 blij dat ze partij 2 kunnen ontmoeten. Partij 2 wordt vaak het wantrouwen wat aanvankelijk er was, wordt minder. Ze komen in gesprek met elkaar waar ze al heel lang niet meer met elkaar gesproken hebben. En vanuit die communicatie ontstaat er begrip en dan komen ze vaak tot een oplossing. En ook een gedachtesprong gebeurt er dan, waardoor de acceptatie van mekaars doen en laten ontstaat. Ik heb contact met de coördinatoren. En ik ervaar dat als bijzonder prettig. Ze zijn altijd bereikbaar. Je krijgt altijd op een positieve, opbouwende manier de feedback. En je kunt er terecht met vragen. Ze hebben tips, ze hebben zelf ook veel ervaring. Maar het allerbelangrijkste vind ik dat ze je het gevoel geven dat wat wij doen als vrijwilliger ook echt gewaardeerd wordt. De meldingen kunnen op verschillende manieren bij ons binnenkomen. Buren kunnen zichzelf melden, maar een groot deel van de meldingen komt binnen via verwijzers. Verwijzers kunnen zijn politie, woningcorporaties, gemeentes, maar ook andere relevante partijen. Onze vrijwilligers vormen het hart van buurtbemiddeling. En het is ontzettend belangrijk dat ze goed voorbereid op pad gaan. Nieuwe vrijwilligers krijgen ook altijd een hele gedegen basistraining. En bij hun eerste casus gaan ze ook altijd op pad met een ervaren vrijwilliger. We staan hier bij Odette Josquin, wijkagent van gemeente Maarschouw. Odette, zou je kunnen aangeven hoe je aankijkt tegen buurtbemiddeling? Nou, dat is voor ons een hele fijne aanvulling. Buiten dat het een last bij ons weghaalt, is het ook erg... Is het een lage drempel voor de mensen? Zodra de politie ergens bij komt, dan is het eigenlijk al geëscaleerd en is er geen gesprek vaak meer mogelijk. En dan zijn we heel erg blij dat jullie er zijn. Hoe kijk je aan tegen de samenwerking met Protheon Buurtbemiddeling? Die loopt heel erg goed. Korte lijntjes en we houden elkaar vaak ook op de hoogte. Als er iets niet duidelijk is, dan wordt het even teruggekoppeld. En voor de rest gaat het eigenlijk heel goed. Altijd bereikbaar, dus blijf nooit iets lang liggen. Buurtbemiddeling helpt buren om buren te blijven.